Ja, van harte welkom bij Even Genieten, het muzikale programma van Harderwijk. Vandaag hebben wij Aarta Marie in ons midden. En Aarta Maria, ja, die kennen we eigenlijk bij Haken 13 als onze visagiste. Maar ze zingt ook al enorm lang. En ik heb er ooit deze belofte gedaan. Als ik een muzikaal programma heb, dan ben je van harte welkom. Dus bij deze, Aarta Maria. I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and a major lift, baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. I saw her bathing on the roof, beauty and a moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, struck your throne, and she cut your hair. From your lips she drew the hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who has seen the light. It's a call that it's broken. He's
looks, yeah, he's got me hooked. He got me where he wants me to be. With his arms so wide, he calls me in by his side. He's the kind of guy that does it for me. Cause he's my big, bad, handsome man, yeah. Got me in the palm of his hand. He's a devil divine. I'm so glad that it's mine. Cause he's my big, bad, handsome man. Oh, my big, bad, handsome man, yeah. He's got me in the palm of his hand. He's the devil divine. I'm so glad that it's mine. Cause he's my big, bad. I'm so glad that he's my big, bad, handsome man. This modern world, how do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling, and all the good times I found myself longing for a change. Bad times, I feel myself. Tell me something, boy. Aren't you tired? Try to fill that void. Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling, and all the good times I found myself longing for change. And in the bad times I feel myself. I'm on the deep end, watches I dive in. The ground crash through the surfers where they can't hurt us. We're far from the shallow now, in a shallow, in a shallow, in a shallow. We're far from the shallow now. Oh, 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 oh. I'm on the deep end, watch as I dive in.
Sammy was low, just watching the show over and over again. He knew it was time, he made up his mind to leave his dead life behind. His bus said to him, boy, you better begin to get those crazy notions right out of your head. Sammy, who do you think that you are? You should have been sweeping up the emerald bar. Spread Dat was het optreden van Aarta Maria. En normaal gesproken is zij muzikaal leidster bij de karaokeavonden van de wijkvereniging Stadsdelne in Frankrijk. Dat klopt, hè, wat ik zeg. Klopt helemaal, met nog een paar leuke mensen. Ja. Ja, is het belangrijk om met leuke mensen te werken? Tuurlijk. Ja. Hey, neem mij eens mee. Hè. Jij zingt al een poosje. Wat doe je eigenlijk niet, hè, maar daar komen we zo meteen op. Jij zingt al een poosje. Hoe lang? Als je alles meerekent vanaf mijn vierde, denk ik. Dat ik op de schouw in de woonkamer
showtje stond te geven. Ja, hoe zag dat eruit? Hoe ging dat? Ik ging op de schouw staan en ik had een heel klein speelgoedmicrofoontje met het draadje er nog aan, voor de rest niet. En dan zong ik mee met AHA, Take On Me en Roberto Cecchetti en de Scooters. Ja, wanneer kwam dat moment dat je zeg maar, nou weet je, nou moet het een level hoger. Wanneer kwam dat? Ja, toen was ik 11 of 12 en toen was ik op mijn slaapkamer aan het zingen. Ik deed ook altijd net alsof ik aan het optreden was. En toen dacht ik van, nou, dit klinkt eigenlijk best wel goed. Dit moet ik even aan mijn moeder laten horen. Dus toen ben ik naar beneden gegaan en nou ja, die beaamde dat wel, dat het toch best goed klonk. En ja, toen ben ik eigenlijk ja, ook heel veel beneden gaan zingen met vrienden. Eigenlijk elke week hadden we wel een clubje bij elkaar. En dan ja, om de tafel zaten we en meerstemmig en gewoon altijd muziek maken. Ja, ja, klinkt goed, hè? Ja. Als je nou niet aan het zingen bent, wat ben je dan aan het doen? Ja, dan ben ik of aan het schminken of aan het de visagie. Zoals je net al zei, inderdaad, doe ik. En ja, voor de rest fotograferen. Ja. Ja, als wij eens kijken naar jouw gezin waarin je opgegroeid bent. Want je had het net even over je moeder ook. Hè? En, ja. En je hebt natuurlijk ook een vader. Was het een muzikaal gezin of juist helemaal niet? Jawel. Ja, er staat nog steeds bij ons altijd muziek op. Dus dat is er wel met de paplepel ingegoten. Ik ben ook altijd wel aangemoedigd om een muziekinstrument te gaan spelen. Dus toen ik 6 was, ben ik begonnen met algemene muzikale vorming, de blokfluitles. En toen ik 8 was, ben ik begonnen met viool spelen. Speel je allebei nog die instrumenten of niet? Nou, blokfluit niet meer zo. Viool af en toe. Ik heb helaas reuma, dus lichamelijk gaat dat niet meer zo. Mm-hmm. Op een gegeven moment ben ik wel mezelf nog gitaar gaan leren spelen. Heb ik ook nog andere vrienden heb ik les gegeven. En drums heb ik geprobeerd, maar dat is echt, nee, dat is echt niet mijn ding. Oké, waarom is dat niet jouw ding? Ja, ik weet niet. Eigenlijk zou het makkelijk moeten zijn, want je bent een vrouw. Dus dan moet je meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Maar die bassdrum en dan die hi-hat en nee. Je overmis je iets in dat instrument? Wat nee, ik kan het gewoon niet. Okay, nee, je kan het gewoon niet. Echt niet. Nou. Ik heb een keer een hele avond eraan gespendeerd. Toen ik in een band zat, toen bleef ik een keer bij mijn drummer slapen. En nee, dat is kansloos. Bleef bij slapen? Oh, dat mag ik helemaal niet vragen. Sorry. Nee, gaan we niet doen. Nee, want de bassist was er ook bij, maar dat was toen al mijn vriendje. Dus okay. Ja, nee, ik bleef gewoon bij slapen toen die avond. Ja. Hey, je bent opgegroeid in een gezin, hè? Het was een klein beetje muzikaal. Je mag nu zelf moeder zijn. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is een cadeautje. Ik zeg elke keer, het is echt, alle clichés zijn waar. Amelie lag niet in de planning, maar het is geweldig. Ja. Het is echt geweldig. Je hebt het en je komt er niet meer vanaf, zeg maar. Nee, maar dat wil ik ook niet. Dat wil je ook niet? Nee. Nee, dat is fijn. Nee, en ook echt samen zingen. En ja, in het begin heel erg op K3 natuurlijk. En, maar nu als ik dan Halleluja zing, dan, of het komt voorbij op de radio, dan zegt ze, hey, dat is het liedje van mama. Mm-hmm. Dus ja, dat is echt leuk. Ja, is jouw dochter net zo muzikaal als jij? Ik denk dat zij echt een hele goede danseres wordt. Oké. Okay. Ja, zij is echt heel goed in choreografisch verantwoorde dansjes bedenken, waar ik echt niet op kom. Ja. Dat is wel echt een kwaliteit van haar. Of ze gaat zingen, of een instrument spelen, nee, dat weet ik nog niet. Ja. Nee. Nou ja, weet je, ik zie hier vandaag staan en ik zie hier ook vandaag genieten. Hè? Volgens mij doe je het ook veel te weinig. Want je doet zoveel andere leuke dingen ernaast. Ja, heb je nog wat tijd voor de muziek? Nou, soms wel te weinig. Hoe ga je dit oplossen? Ja, nou, ik meer karaoke avondjes. Lijkt me een goeie. Nou, en ik zit op Smul. Dat is een app, een karaoke app. Daar probeer ik wel echt elke week wat op te zingen. Maar het schiet er echt veel bij in, inderdaad. Ja. En inderdaad, als ik dan hier weer zo sta, dan denk ik van ja, dit is het. Ja, leuke app. Huh? Hele leuke app. Ja, zeker. Hey, ben ik jou iets vergeten te vragen? Iets wat je eigenlijk nog met ons zou willen delen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik wil eigenlijk jou wat vragen. Mij? Ja. Oké. Okay. Ja, ik wil zo meteen nog een nummer zingen. En nou, een van die leuke mensen die bij die karaoke avondjes helpt, dat is Billy. En ja, wij doen al verschillende nummers samen. We hebben er al een paar samen opgenomen op Smul vanwege coronatijd. En op Facebook gezet. Maar het lijkt me wel leuk om dan nu samen nog een nummertje te doen. Ik begrijp dat je mij nu uitnodigt om een liedje samen inderdaad te zingen. Oké. Okay. Nou, gaan we dat gewoon doen. Leuk. Gaan we doen.
als de oorlog komt. En als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? Als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt, het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? Wat jij natuurlijk niet weet, is dat ik ook iets voor jou heb voorbereid. En dat is Zo puur kan liefde zijn, van Paul de Leeuw. Nou, leuk. Gaan we doen. Die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Die je vliegen leert.
de trooster als het leven jou bezit. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur kan liefde zijn. Arte Maria, fijn dat je er was. Wat een bijzondere aflevering voor mezelf ook natuurlijk. Klein beetje uit mijn comfortzone, maar bedankt ervoor. Ja, jij ook bedankt. Ja. Het is echt leuk om deze kans te hebben gehad. Nou, ik vond het gezellig dat je er was. Dank je wel. Hey, ik bedank ook jullie thuis natuurlijk voor het kijken naar deze leuke aflevering. Een aflevering een klein beetje met een ander sausje. Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten als ik. En ik zeg tot de volgende keer. Hoi.